pak je nu in 2024 het datingleven aan als je single bent, zeg maar? Want... daarin bij jezelf en bij de ander het contact aangaat, ja, dan is de kans op succesvol partnerschap veel groter. Welkom bij de Misschien Niet podcast. Een tijdje geleden dat er een gast is geweest. Ik ben natuurlijk wezen reizen, dus ik heb veel podcasts alleen opgenomen. Ga ik ook vaker doen, maar dit is weer de eerste gast sowieso van 2024 ook. Ja, wat mooi. Ik zit hier naast me met Dirk. En Dirk die doet in het dagelijks leven een aantal dingen. Ik ken jou vanuit Instagram en je helpt mensen met hun relatie. Mensen die in een relatie zitten, maar ook mensen die dus single zijn. Klopt. En in deze podcast gaan we sowieso even in op hoe je daarbij bent gekomen en wat je precies doet. Ja. Maar wil ik ook ingaan op het man-vrouw stuk, op relaties, op als je single bent. Van, hoe ga je dan bijvoorbeeld daten voor de mensen die single zijn? Tijden zijn super erg veranderd vanuit vroeger. Ja, dus ik ben benieuwd. Ik heb hier ook even een boekje, een paar vragen opgeschreven wat leuk is om over te hebben. Maar eerst ben ik benieuwd. Oh, wacht. Zo lang geleden dat ik de intro heb gedaan. Ik vergeet al de eerste vraag. Waar kun je echt bewust van genieten? Waar kan ik bewust van genieten? Dat is een mooie. Ik vind dat een prachtige vraag. We hadden net een kort voorgesprek. En toen hadden we het over je potentieleven. En dat je iemand ziet die helemaal in de kracht staat. Die helemaal op de plek is. En in de juiste energie is. En helemaal gewoon kan leven zoals hij graag wil. En daar kan ik echt enorm van genieten. Ik kan sowieso genieten van mensen en de interactie tussen mensen. Ja. Maar als je dan, dat is ook mijn vak wat ik nu al heel lang doe, als je dan belemmeringen weg kan nemen of als je die kan beïnvloeden, waardoor eigenlijk, zie je het, ja, ik ga een beetje spiri spreken, maar waarin eigenlijk die bloem zo kan ontvouwen. Dat voel je als je dan met iemand in contact staat en ik vind dat echt prachtig. Nice, oké, die hebben we nog niet eerder gehoord. Ja. Mooi. En even in het kort, wie ben jij, wat doe je voor de mensen die jou nog niet kennen? Ja, mijn naam is Dirk. En misschien goed om te vertellen, als ik me zou moeten omschrijven, als ik mijn persoonlijkheid zou moeten omschrijven. Ik denk dat ik aan de ene kant betrouwbaar, vrij direct, richting, daadkracht, dat ik dat in me heb. Niet altijd gehad, maar wel echt nu in me heb. En aan de andere kant denk ik dat ik een hele meer zachtere, empathische, meebewegende kant in me heb. Dus ik denk dat beide kanten mij wel definiëren als mens. Mm-hmm. Professioneel gezien help ik dus singles en stellen naar een gezonde, stabiele liefdesrelatie. En dat is ook iets wat enorm belangrijk voor me is. Een gezonde, stabiele liefdesrelatie. Ik geloof daar heel erg in. Ik zit daarin. Ik help daar heel veel mensen mee. En dat vind ik echt prachtig om te zien. Dat mensen dus ook in, wat ik net ook zei, wanneer er dus problemen zijn of wanneer er belemmeringen zijn, zowel bij singles als bij stellen, als je die dan kan beïnvloeden, dat vind ik puur goud. Dat vind ik echt goud. En ik doe dat, mijn achtergrond vind ik altijd wel belangrijk dat mensen dat weten. Ik heb 15 jaar voor de Nederlandse GGZ gewerkt, dus ik mag me therapeut noemen. Maar ik ben ook heel veel thuis in de coaching en uiteindelijk ben ik dat meer als een soort van mentor gaan noemen. Dus ik ben coach, therapeut, mentor en eigenaar van mijn eigen bedrijf. Ja, oké, helder. Ja. Oké, en jij vertelt inderdaad dat je voorheen dan bij de GGZ werkte. Klopt. Waarom ben je daar gestopt? Ja, dat is een mooie vraag. Ik heb daar dus tot vorig jaar werkte ik daar nog een aantal uren. Dus ik ben dat in die loop der jaren, ook toen mijn bedrijf steeds verder ging groeien, en ben ik dat gaan afbouwen. Waarom ben ik daar weggegaan? Dat was jouw vraag. Mm-hmm. Nou, sowieso omdat mijn bedrijf heel goed ging en dat ik vond dat mijn klanten, maar ook mijn bedrijf, de full focus verdienden. Maar ik merkte ook wel in de GGZ dat hoe ik in mijn bedrijf sta en hoe ik met mijn klanten omga en hoe ik uiteindelijk ook, dat is ook een reis geweest, mijn klanten mij op waarde kunnen schatten. Ja, dat is zo'n andere wereld als de GGZ. Dat is zo'n andere wereld en dat ging heel erg scheef groeien. En op een gegeven moment toen dacht ik, nu is het tijd om,
om mezelf toe te staan, dat ook los te laten. Want daar heeft het denk ik heel erg mee te maken. Ik heb daar natuurlijk met mijn hart gewerkt. Mm-hmm. Ik heb daar van alles gedaan, gezien. Echt enorm veel mensen tegenover me gehad. In hele nare situaties. En ik voelde ook altijd wel als een maatschappelijke plicht om daar dus nog voor een aantal uren in te blijven werken. Maar op een gegeven moment mezelf toegestaan om dat ook los te kunnen laten. En dat er ook weer een nieuwe groep mensen is die taak vervult en dat oké is. Ja, oké. Dus je bent dan niet per se weggegaan van, oh, ik vind helemaal niks meer? Nee, ja. Kijk, er is heel veel te zeggen over de GGZ. Ja. En ik vind daar ook heel veel van. En ik heb daar ook met heel veel passie gewerkt, omdat ik uiteindelijk, ik denk ook door ervaring, gewoon voor mezelf de vrijheid had gecreëerd. Dus ik werkte in een online behandelteam, mm-hmm. veelal vanuit het buitenland. En ik deed daar allerlei therapievormen waar ik ook echt in geloof. Maar je wordt daar ooit wel ingestuurd van je moet daar geprotocoleerd dit en dit doen. Ja, maar iedereen wist dat ik me natuurlijk aan de kaders hield en dat ik natuurlijk de protocollen wel ken. Maar dat ik noem het al directherapie. Dus ik had ooit een klant en dan, of een cliënt heet dat daar. En dan zei mijn collega van, hey Dirk, dit en dat, en dan moet je dit en dit doen. En dan zei ik, oké. Ja, dan ging ik die cliënt spreken en dan zei ik, nou ja, ze zeggen tegen mij dat ik dit en dit moet doen. Zo ziet dat eruit. Dit zal het resultaat zijn. Heel eerlijk geloof ik in Dirk-therapie bij jou. En dat betekent dit en dit en dit. En dan gaan we dit en dit doen. En dan gaan we ervoor. En ja, kies maar. En de meeste mensen zeiden, nou, dat tweede klinkt eigenlijk beter. En zo sta ik ook in het leven en in mijn werk. Natuurlijk is het altijd belangrijk om een bepaald professioneel kader te hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Maar er is meer als dat. En ja, ik heb daar, en zo sta ik ook in mijn bedrijf. Ik ben gewoon dit. Met alles wat ik professioneel heb geleerd, wat ik in het leven heb geleerd. Hoe ik als mens ben. En als je met me werkt, dan krijg je het allemaal. Dan ga ik al in en dan ben ik daar gewoon. En dan is het de combinatie van al die factoren. En zo wil ik in mijn werk staan. Maar ik kreeg ook die vrijheid bij de GGZ. Dus dat is niet dat ik daarom dus weg ben gegaan. Nee, precies. Dat ik daar in een keurslijf moest of met allerlei diagnoses moest strooien en zo. Want dat interesseert me niet. Oké. En hoe heb jij, want het is misschien wel interessant voor mensen die dit kijken en bijvoorbeeld ook willen ondernemen en of in een baan zitten, of dat nou met elkaar te maken heeft of totaal niet. Vond jij het, ja, hoe was dat voor jou om dus dat langzaamaan te gaan afbouwen? Was dat spannend? Hoe ben je daarmee omgegaan? En hoe maakte je uiteindelijk de keuze om helemaal los te laten? Zeg maar? Ja, mooie vraag. Ja, dat is echt een proces geweest. En dat, ik zeg altijd dit. Er is een hele grote vergelijking tussen een liefdesrelatie, dus het opbouwen van een liefdesrelatie van partnerschap met iemand, en het opbouwen van een bedrijf. Want er is maar één probleem en dat ben jezelf. En dat vind ik ook geweldig. Dat is natuurlijk je persoonlijkheid en bepaalde gedragingen en je identiteit. En dat kom je natuurlijk enorm tegen in het opbouwen van een bedrijf. Dus ik weet, als ik kijk naar 5 jaar geleden, dat was mijn eerste bedrijf. Meditation to Yoga. En het tweede bedrijf noemde ik Flexibel Leven. En dat is allemaal doorgestroomd naar het bedrijf wat het nu is. En ik heb daarin vooral heel veel dingen laten vallen. Dus eerst deed ik echt van alles. En ik heb echt mogen leren om keuzes te maken, om te kiezen, om daadkrachtig daarin te kunnen zijn, om consistent te kunnen zijn. Ik heb enorm veel tijd, maar ook heel veel geld geïnvesteerd in om als mens dit bedrijf te kunnen hebben. Dus dat is een hele reis geweest. Ja, en stel mensen die... wat is een les die je daarin zou willen meegeven, zeg maar, die je daar hebt geleerd? Ja, ik denk de twee belangrijkste lessen, dat zijn ook, ik denk de twee business coaches waar ik mee heb gewerkt, waar ik heel dankbaar voor ben. De eerste allerbelangrijkste les die ik moest leren in mijn ondernemerschap was kiezen. Dus een doelgroep kiezen, maar ook een product kiezen of een platform kiezen of gewoon echt kiezen en daar consistent, daadkrachtig voor gaan. Mm-hmm. Want als je dat gaat doen, kom je zoveel van jezelf tegen. Hetzelfde in een liefdesrelatie. Hè? Kijk, tegenwoordig hoor ik dat allerlei mensen met allerlei mensen tegelijk daten. Mensen kiezen niet meer. En daardoor
ja, daardoor is er heel veel onrust en daardoor is er ook heel veel twijfel. En komen mensen ook niet tot een diepere laag in hunzelf en met de ander. Ja. Maar zo werkt het ook in een bedrijf. Want als jij vandaag deze strategie hanteert en volgende week die strategie, en dan kom je er niet. En nee. Dat geeft heel veel onrust. Ja. En je treedt daarin ook uit verbinding. En dat werkt niet in een liefdesrelatie, maar dat werkt ook niet in een bedrijf. Dus ik heb heel erg mogen leren om te kiezen en daarvoor te gaan staan. Dus dat aan de ene kant. En aan de andere kant wat ik heel interessant vind en wat mijn bedrijf heel erg ten goede is gekomen, toen ik ging beseffen van, er is iets in mij wat heel erg nog in een overlevingsstand staat. En wat heel erg nog in schaarste denkt en heel erg nog mezelf niet toestaat om gewoon een goed lopend bedrijf te hebben. En daarin hield ik mezelf denk ik heel erg klein. Mm-hmm. En en zat ik heel erg in schaarste. Ik denk dat het was in schaarste. En dat resulteerde wel in heel veel klanten, maar bijvoorbeeld ook heel veel klanten die mij niet op waarde konden schatten. En ik, net als in de GGZ, altijd mijn hart aan het werken was, aan het geven was. Maar die balans tussen geven en ontvangen, die was niet altijd in balans. En ik denk ook, dat zit iets in mijn persoonlijkheid en in mijn gezin van herkomst. Maar het had ook te maken, ik heb me heel lang begeven ook op het spirituele pad. Waar ik, dat zit nu in mijn zijn. Maar dat heeft toentertijd ook wel heel erg versterkt dat ik nog meer ging geven. Want dat is wat je hoort, toch? Geven. Mm-hmm. Hè? Dan komt alles naar je toe. Alleen volgens mij is het niet zo zwart-wit. En heb ik daarin voor mezelf heel erg een balans moeten vinden van, hoe kan ik vanuit mijn hart alles geven, want dat wil ik ook. Mm-hmm. Maar toch ook ervoor zorgen dat ik ook kan ontvangen. En dat ik ook gewoon een bedrijf heb waarin klanten mij op waarde kunnen schatten. En dat ik een liefdesrelatie heb die gelijkwaardig is. Dus dat ik niet alleen maar aan het geven ben, maar dat ook mijn behoeftes bevredigd kunnen worden. Ja. En dat, en die balans, ik denk dat ik die nog scherper heb gevonden in mijn reis als ondernemer zijn. En wat zou je concreet kunnen doen, zeg maar, om die balans meer te vinden tussen geven en ontvangen? Eigenlijk in ieder vlak in je leven, maar laten we hem nu even bij dit stukje houden. Ja, één is daar bewust van zijn. Mm-hmm. En daar zul je eerlijk naar moeten kijken van, is dat in balans, ja of nee? Dus dat vind ik heel erg belangrijk. En dan denk ik dat je moet gaan kijken, waar neig je meer naartoe? Dus ben je iemand die zich eerder wegcijfert en die juist veel meer geeft? En waarom is dat dan? Ja, ik heb dat wel, daarom vraag ik het. Ja, ja. Dus waarom is dat? Hè? Dus dat is een interessante. Weet je dat van jezelf? Waarom dat het is? Meerdere redenen denk ik. Ik vind geven gewoon, voelt fijn. Zeker. En ik soms geniet ik ook van het geven en ontvang ik daardoor gelijk iets, zeg maar. Zeker, ja. Ik vind het ook belangrijk om altijd meer te geven dan dat normaal is, zeg zeker, maar. Zeker, zeker. In verschillende vlakken, hè? Ja, ja. En wat is de keerzijde voor jou? Dus is die er? De valkuil, zeg maar. Ja. Ja, dat ik soms toch misschien wel net over mijn grens ga, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld met klanten, weet je wel. Ze kunnen mij in principe 24/7 berichten, weet je wel. En ik heb dan ook, ik moet dan van mezelf ook binnen een bepaalde tijd reageren, zeg maar. Ja, ja. Dus daarin, weet je wel, dan is het avond. En dan heb ik eigenlijk, denk van, ik ga mijn telefoon wegleggen. Ja. En dan zie ik nog een berichtje bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, die ga ik nu nog beantwoorden, want dat kan niet morgen vroeg. Ja. Of zo, weet je wel, dat staat natuurlijk nergens op. Maar dat, ik denk. En in liefde en relaties, als je daar over wil spreken. Ja, ja. Nou ja, ik vind het soms wel moeilijk, merk ik, om echt te ontvangen. In de zin van, liefde. Of als ik een cadeau krijg of zo, dan voelt dat soms nog wel eens heel licht ongemakkelijk. Of van, oh, wow, oké, dankjewel. Weet je wel, maar ja, soms wel hoor. Soms kan ik iets heel goed ontvangen, maar dat merk ik nog wel eens af en toe. Ja. Ja. En hoe fijn voelt het om jezelf een goede behandeling te gunnen? Zeg maar, bijvoorbeeld, vind je het fijn om, misschien een praktisch voorbeeld. Ik was degene die, want mijn partner komt uit Parijs, wij wonen grotendeels in Parijs, die gewoon de Flixbus pakte. En dan zat ik 9 uur lang in zo'n boemer Flixbus, misschien wel 20 keer per jaar. Totdat iemand tegen me zei van, nee, maar Dirk, waarom doe je dat? Want hoe voelt dat voor jou, dat jij die Flixbus pakt?
Ik zei, ik vind het verschrikkelijk. ik zal dat woord niet gebruiken, maar ik zei, ik vind het verschrikkelijk. Ik zei, want... En iedereen is goed, laat het heel duidelijk zijn. Elk mens is geweldig. Elk mens is geweldig. En ik merkte dat er andere type mensen in die bus zaten dan ik. Totaal andere types, met totaal andere levens, die totaal anders met gezondheid omgaan. Die, hè, dan heb je dan een stop, na 4,5 uur heb je een stop. Ja, dan werden gewoon de Snickers en de Marsen en allemaal naar binnen geduwd daar. En dan dacht ik, ja, en ik zat daar dan ja, mijn eigen dingetjes te eten. Dus dat, en dan kwam ik daar met stress en hoofdpijn aan. En dan loopte ik mijn laptop, want wat je net zei, herken ik heel erg. En dan was ik mijn klanten en het geven aan het appen. En ik stond altijd aan. Ik stond altijd aan. En daarom vind ik dat Flixbus verhaal zo'n mooi voorbeeld. Totdat iemand zei, maar waarom doe je dat? Kan je het betalen om premium klas in de Thalys te gaan zitten, in de Eurostar? Ik zei, ja, dat kan. Zei hij, ga het eens een paar keer doen. En ik dacht, oké, nou, ik dat doen. En echt waar, het is echt waar, die switch heeft voor mij zoveel veranderd. Dit was ook die tweede business coach waar ik mee heb gewerkt. Heeft zo veranderd. Want toen dacht ik, wauw, wat fijn. Ik zat daar lekker rustig. Het was maar 3,5 uur reizen. Ik kreeg ook nog lekker eten kreeg ik erbij. En een kopje thee of twee kopjes thee als ik wou. En dan kwam ik daar aan. En dan kwam ik in Amsterdam. En dan had ik daar wat gehuurd. En dan ging ik er eens rustig zitten. En dan ging mijn laptop weer eens openen. En in één keer merkte ik dat ik nog veel meer aanwezig kon zijn voor mijn klanten. Veel relaxter in het gesprek zat. Dat mijn gezondheid... Ik heb vroeger heel veel in ziekenhuizen gelegen. Tussen mijn 13e en 15e. Ik merkte, mijn buik was altijd issues in heel mijn leven. En ik merkte in één keer dat afnam. Gewoon omdat ik mezelf toestond om een goede behandeling te krijgen. Mm-hmm. En toen ben ik ook vaker naar een sauna gegaan. Of vaker naar massages. Gewoon het feit dat ik mezelf toesta om gewoon het goed te kunnen hebben. Dus ook te ontvangen. Ja. Oké, interessant. Ja, nou ja, de dingen die je nu benoemt, die kan ik mezelf wel geven. Dus mooi. Zo naar mijn zo. Dus maar iets mezelf geven, dat kan ik heel goed. Top. En daar kan ik ook echt van genieten. Maar het is vaak meer vanuit een ander wat onverwachts komt. Dan is van, oh wow, krijg ik dit of zo. Ja. Of ja. Bijvoorbeeld, weet je wel. Want zitten daar overtuigingen onder bij je? Ja, dat weet ik niet. Nee, nou, dat zou ik nu ook meermaal, maar... Weet je wel, dan moeten we nu een deep dive maken. Ja. Daar hebben we even geen zin in, maar... Nee, dat snap ik. Ja, dat is ook goed dat je dat aangeeft. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Even kijken. We hebben jouw stukje net gehad. Ik pak even mijn boekje erbij. Ja. Ik wil namelijk naar een paar dingen toe. Ja. Oké, nou, jij helpt mensen dus met relaties. Ja. In relatie en ook mensen die single zijn. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd. Mensen die, je zegt net, hè, van mensen daten met meerdere mensen tegelijk. Nou, ik ben wel benieuwd waarom je dat bijvoorbeeld ziet als niet handig. De indruk kreeg je in ieder geval. Ja. Maar ook van hoe pak je nu in 2024 het datingleven aan als je single bent, zeg maar. Want het gaat vaak toch via apps. Hè? We spreken niet zo snel meer iemand aan. Ja. Hoewel... Ik heb dat in het verleden best vaak gedaan, om mezelf uit te dagen, zeg maar. En dat zijn vaak de leukste verhalen en de leukste spontane dingen. Ja, ja, ik ben zelf, toen ik single was, ik ben helemaal niet van die apps en zo. En ik vertrouwde er altijd op van, nou, dat komt gewoon op mijn pad, punt. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat als je al heel lang single bent en je voelt heel erg het verlangen om een relatie in je leven te hebben... dat je toch die apps gaat gebruiken. Hoe kijk jij daar bijvoorbeeld tegenaan? Ja. En hoe zie jij het ideale datingleven voor je nu in deze tijd? Ja, prachtige vraag. En ik zou hem graag zo willen beantwoorden. Kijk, ik zou nu kunnen zeggen... Hey, deze drie tips die gaan jou helpen om een partner te vinden... of wel of niet datingsapps. Terwijl ik vind, en dat probeer ik ook altijd bij mijn klanten te zoeken... er is zoveel nuance. Misschien een voorbeeld van een klant die bij mij loopt en op dit moment single is... We kwamen erachter dat waar zij werkt, ik zal niet te veel details geven vanuit privacy, maar waar zij werkt, kiest zij ervoor om niet echt zichtbaar te zijn. En werkt zij enorm hard achter de schermen. Zij wil graag een partner en ze zei, hey, er komen heel veel potentiële partners volgens mij ook op de plek waar ik werk. Ik zei maar, hoezo blijf je dan achter de schermen? Er is iets in haar waardoor zij letterlijk en figuurlijk achter de schermen blijft staan. Maar als je dat gaat zien... Ja, dat verandert alles. Ik heb geen glazen bol, maar... Ik
ben er bijna heilig van overtuigd dat zij binnen nu 4 maanden een partner gaat vinden. En ook in haar bedrijf gaat er heel veel veranderen, omdat dat is geklikt. Dat is geklikt. En daarom is voor de ene persoon, die dus extreem in vermijding zit en bijvoorbeeld vastzit in een overtuiging, ja, ik moet iemand in real life ontmoeten en helemaal in een misschien meer frustrerende negatieve energie zit, zou ik zeggen, bevrijd jezelf daar eens van. En waarom ga je niet gewoon eens op een datingsapp en ga eens gewoon plezier maken? Ga eens gewoon leuke gesprekken hebben met iemand. Ja, maar ik wil wel iets serieus. Ik zeg, maar ik bedoel met plezier maken ook niet one night stands of zo. Maar ga gewoon eens contact maken met mensen. En als een dating daarvoor helpt, is dat prima. Dus voor de ene persoon zou ik zeggen, ga dat doen. Maar ik heb ook ooit mensen in mijn coaching gehad die letterlijk gewoon vastzaten in die apps. En alleen maar aan het scrollen en toen zei ik, voor jou is het veel interessanter om dat eens niet te doen. Hè? En die nuance vind ik wel echt ontzettend belangrijk. En dat is, maar hè, wat kan de luisteraar hier praktisch uit meenemen? Kijk, ik zeg altijd een aantal dingen. Ken jezelf, ken de ander en snap hoe relaties werken. En dan kun je uiteindelijk naar een gezonde, stabiele liefdesrelatie. En wat bedoel ik daarmee? Net gaf ik een voorbeeld van ken jezelf. En dat is een beetje wat Tibor ook altijd zegt. Hoe je één ding doet, doe je alles. En dat wil je bij jezelf vinden. Net als we bij haar vinden, dat zij zich ook achter de schermen plaatst. Waardoor ze letterlijk en figuurlijk minder zichtbaar is in haar bedrijf, in haar liefdesleven. He, dus ken jezelf. Als je dit van jezelf snapt, dan kun je daaraan gaan werken. En ken een ander. En daarmee bedoel ik, en wie zit er dus tegenover jou? Dus als je dan iemand gaat ontmoeten, wie is dit? En wat kan ik daarvan verwachten? Is dit een type die zich heel erg gaat wegcijferen? Of is dit een type, als het lastig wordt, ja, die wat meer manipulatiever, wat controleerder wordt? Of is het meer een vermijder? En dat is heel erg belangrijk om te weten, om uiteindelijk daar een stabiele liefdesrelatie mee te hebben. En dan wil je snappen van, maar wat is dat nou eigenlijk, partnerschap? En wat is nou een relatie? En als je al die 3 facetten embodied en daar wat over weet en daarin bij jezelf en bij de ander het contact aangaat, ja, dan is de kans op succesvol partnerschap veel groter. Ja. En om dan weer terug te komen bij je vraag, heb ik iets tegen datingsapps? Nee, in principe niet. Het gaat om, wat is je intentie daarmee? Ja, hoe precies voelt het voor jou? En dat is met alles. En dat is, misschien, dat is denk ik het antwoord. Oké, nee, interessant. Dus gewoon echt kijken naar jezelf. Hoe sta ik erin? Met welke intentie wil ik bijvoorbeeld zo'n datingapp gebruiken? En zelf zou ik tegen iedereen die deze podcast luistert sowieso zeggen van, daag jezelf eens uit om deze week of deze maand, om het nog makkelijker te maken, minimaal 1 iemand sowieso aan te spreken gewoon. Sowieso. Op het station, in de supermarkt, op straat, waar de fuck dan ook. Gewoon, zeg maar eigenlijk niet eens met intentie dat daar dan een date uit moet komen, maar gewoon om dat contact te maken en om jezelf uit de comfortzone te plaatsen en iemand aanspreken. Want holy shit, lieve mensen, daar heb ik zoveel van geleerd. Echt niet normaal. Door mezelf daarin uit te dagen ben ik veel makkelijker contact gemaakt, veel socialer geworden, gaat alles veel vloeiender. Gewoon alle gesprekken en alle dingen die met socialiteit te maken hebben. Ja. Dat is echt geweldig. En het is ook leuk, want zeg maar, je maakt het in je hoofd heel groot om dan iemand aan te spreken van, toffe uitstraling, of hey, ik zie dit, oké. Hey, maakt niet uit hoe je hem opent. En dan vraag je bijvoorbeeld van, zullen we een koffietje doen of zo? Oké. Ik zeg maar iets, hè. En dan heb je dat gedaan. En ook al krijg je dan een nee, nou jongen, als ik een nee kreeg, vond ik bijna nog leuker dan een ja. Gewoon omdat ik dacht van, en het is een beetje ongemakkelijk, maar boeien, want ik heb het gedaan, weet je wel. Ah, prachtig. Ja, dat vind ik mooi. Leuk dat je dit deelt, man. Super waardevol ook. En wat ik dan heel erg interessant vind, als je nu terug in de tijd gaat, ken jezelf. Wat maakte dat je dit bent gaan doen en waarom moest je dit doen en waarom helpt het jou dat? Ja, ik ben het echt gewoon, het ging helemaal niet om die date. Het ging ook helemaal niet, natuurlijk, ja, als ik iemand er mooi uitzag of een fijne uitstraling heeft, of ik dacht van, oh, hier kan ik een diepere connectie. Tuurlijk, dat speelde ook mee. Ja. Maar het ging mij eigenlijk vooral om gewoon mezelf uit die comfortzone te plaatsen en die interactie aan te gaan, om daar comfortabel in te worden. Precies, want er was dus iets waarin je niet comfortabel voelde
buiten die gebaarde paden voor? Ja, ja, nou, ik wilde gewoon als man zijnde het niet, of het, ja, niet of minder spannend vinden om gewoon een vrouw aan te spreken. Ja. Want ik vond dat spannend. En ik denk dat, ja, bijna iedereen dat wel spannend vindt als je in een, zeg maar, normale, nuchtere toestand bent. Hè? Ik bedoel, als je aan het zuipen bent in het weekend in een kroeg, dan kan iedereen het. Maar ja, daarin wilde ik mezelf gaan uitdagen. Ja. Ja. En ook, ja, ook daardoor leer je gewoon, al heb je een normaal gesprek, ook gewoon makkelijker te communiceren. Omdat door onze telefoon, die is daar, ja, doen we dat gewoon minder snel. En zijn we een beetje letterlijk verleerd om een fatsoenlijk gesprek te voeren met iemand die je niet kent. Weet je wel? Alsof dat raar is. Dat is een normale zaak van de wereld. Alleen dat zijn wij vergeten. 100%. Daar ben ik het mee eens. En wat ik het meest interessant vind is dat jij dus daarin jezelf al best wel kende. En daarin ook, want dat klinkt misschien vanzelfsprekend dat jij dat toen bent gaan doen. Maar dat is niet zo. Want waarschijnlijk was jij toen ook al heel erg bezig met zelfontwikkeling. En ja, zo kan klopt dat of niet? Of werd je gewoon wakker en je denkt, nou, laat ik dat eens doen? Nee, ja, dit is eigenlijk, nu ik helemaal terugdenk, volgens mij heb ik wel eens iets over gedeeld in een podcast. Is dit misschien wel nog, en voor zelfontwikkeling en voor spiritualiteit en heel die reis, de allereerste zelfontwikkeling? Ik vond als 16-jarig mannetje, vond ik het super interessant hoe de aantrekkingskracht werkte tussen mannen en vrouwen, zeg maar. Hoe werkt dat? Ja. En wat vinden vrouwen dan aantrekkelijk? En wat vinden mannen aantrekkelijk aan vrouwen? En bla bla bla. Ja, ja. En toen ben ik een datingcoach tegengekomen. En ja, voor mij was dat het enigste interessante toen in mijn leven. Buiten een beetje chillen en niks doen. Ja. Vond ik dat heel leuk. Ja. En ja, daarin ben ik gewoon mezelf gaan uitdagen. En ja, gaan precies. Leren. Maar dat is ook zelfontwikkeling volgens mij. Wat er toen al ontstaan was. Hè? Ja, oké, mooi. Leuk man. Oké. Leuk. Even kijken, wat heb ik nog meer opgeschreven? Oh ja, nou, daar ben ik dus wel benieuwd naar. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Polygamie? Monogamie? Ja. Hoe zeg je polygamie? Polyamorie. Polyamorie en monogamie. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb hier wel eens gesprekken over met mensen. Wat denk jij dat... Zijn wij van nature monogaam? Of is dat een keuze? Ik zou het niet weten. Oké. Ik zou het niet weten. Wat ik wel zie, is dat, dat binnen de polyamorie... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar nog nooit klanten in heb gehad. En ik heb echt wel heel veel mensen in mijn leven gehad. Kijk, ik sta voor een gezonde, stabiele, monogame liefdesrelatie. En ik denk dat daar de meeste positieve uitdagingen in zijn. Dat is ook het pad wat ik zelf bewandel. Ik weet ook niet hoe mijn leven er over 10 jaar uitziet. Misschien heb ik dan wel nieuwe inzichten. Maar daar sta ik nu. Ik geloof daarin. Wat ik wel, want ik spreek vaak met mensen. Ik heb ook heel veel collega's, seksuologen, et cetera, waar ik in mijn netwerk. En dan stel ik wel eens de vraag, ook in mijn eigen podcast. Stel ik die vraag wel eens. En dan zeg ik altijd dit. Dan zeg ik, in mijn optiek, van wat ik vanuit de buitenkant meekrijg, is het in de polyamorie en in de open relaties, is er heel veel trauma en heel veel vermijding daarvan. En heel veel, toch ook bepaalde dynamiek in de persoonlijkheid die mensen niet aankijken. Klopt dat? En ik heb altijd nog gehoord van, ja Dirk, dat zie je goed. Ja, oké, interessant. Interessant, ja. Ik vind het dus wel bijzonder, want ik denk dus, als ik gewoon naar de natuur kijk, zijn we van nature niet monogaam. Ja. Als in, ja, het zit in onze natuur om iemand van die we aantrekkelijk vinden, om die te observeren en daarvan te genieten, zeg maar. Ja. En ja, dus dat vind ik interessant. Van oké, van nature is het niet zo, denk ik dan. Ja. Ik weet niet of dat bewezen is of niet. Dat weet ik niet. Maar ja, het is wel een keuze. En ik geloof ook inderdaad, als je kijkt naar een relatie, dat dat wel de gezondste manier is. Ja. Ja, weet je wat ik interessant vind? En dat is hoe ik er nu naar kijk in deze tijd. Dus dat vind ik wel belangrijk, hoe ik er nu naar kijk in deze tijd. Kijk, je ziet natuurlijk dat heel veel mensen kiezen voor van alles wat. En kiezen voor het snelle en voor de snelle behoeftebevrediging. En dus in deze tijd is het veel interessanter om te kiezen voor een gezonde, stabiele liefdesrelatie. Omdat alles kan, en daar worden we ongelukkig van,
als alles maar kan, als er geen kaders zijn. Hè? Dus als we het dan hebben over vrijheid. Hè? Is het kaders? Kaders geven vrijheid. Ik zeg dat zo, ja. Dus in deze tijd is het veel interessanter om voor een liefdesrelatie te kiezen. En er zijn uitzonderingen. Kijk, en misschien even een persoonlijk voorbeeld. Passe iemand tegen mij, oh ja, Dirk, maar waar ging het over? Het ging over stilte meditatie. Ik heb meerdere vipassana's gedaan en in stilte geweest, et cetera. In die tijd was dat dienend voor mij. Dus ik heb echt mogen leren mezelf met niks te kunnen leven. Ik ben ook met Santiago de Compostela gelopen met 5 kilo op mijn rug. En ik heb in een paar jaar tijd heb ik dus echt kunnen leren met stilte, met niks, met schaarste gelukkig kunnen zijn. Ja. Dat heb ik heel erg mogen leren. En daarin ook ten aanzien van hoe ik met eten omging, et cetera, et cetera. Dus dat was op dat moment belangrijk dat ik dat leerde. Terwijl als ik nu kijk, doe ik dat veel minder. Ik heb juist nu veel meer dat ik, daar sprak net ook over, ik mag mezelf ook het gunnen. Dus ik weet dat ik met niks kan, maar ik weet ook dat als ik altijd in dat niks leef, dat ik altijd maar hard werk en mijn lichaam letterlijk ook daarin soms tekort doe. Dus nu ben ik veel meer bezig van, ik mag mezelf ook dingen gunnen. Mm. En zo werkt het ook in de tijd. En ik denk dat deze tijd vraagt om, alles kan, dus moeten we juist gaan kiezen. Ja. En misschien, ik hoop het niet, want dat zou misschien ook betekenen dat er heel veel ellende is, of nog meer armoede, of nog meer oorlog. Maar misschien komt er een tijd waarin we het Westen juist heel erg in de schaars zitten. En misschien komt er dan een andere dynamiek en hebben we iets anders nodig. En kan je me daar een voorbeeld zeggen? Mm-hmm, mm-hmm. Dus ik denk op dit moment is voor de meeste mensen de uitdaging om te gaan kiezen. En daarin, dat. En ik denk dat monogamie daarin een mooie, een hele mooie vorm is. Waarin je heel gelukkig kan zijn. En waarin je ook als mens keer op keer weer jezelf kan ontwikkelen. En dan kom je uit bij, is dat de doel van het leven van ons als mens zijn? Ik weet dat ook niet. Mm-hmm. Maar mijn ervaring is wel, in mijn eigen leven, maar ook omdat ik denk dat ik in heel mijn leven nu al 10.000 gesprekken heb gehad met mensen, of meer dan 10.000 zelfs, zie ik gewoon dat, dat als je dus die diepte ingaat met iemand of met jezelf, dat je daar heel veel antwoorden in vindt en dat je daar uiteindelijk een fijner, waardevol leven door lijf. Ja, helder. Oké. Okay. Ja. En hoe kijk je dan aan, nu we toch hier over een beetje maatschappelijk iets hebben, tegen de, ik vind het een hype. Het is een soort hype geworden, genderfluïde hype. Ja. Ja. Ik geloof dat er zeker mensen zijn die dat echt voelen, weet je. Die echt voelen van, ik ben het verkeerde lichaam geboren en my best, weet je al, dat gebeurt. Alleen zelf is mijn observatie dat het is een soort hype geworden. Dus het komt op het nieuws en met de vlag en dit en dat. En nu ineens nog meer. En je ziet het, als je het misschien ben je er bekend mee of niet als luisteraar. Maar zelfs in kinderboekjes op school wordt er hier les over gegeven. En word je eigenlijk daarmee geprogrammeerd van, dat kan allemaal en dit en dat. Ja. Hoe kijk jij zelf daar tegenaan? En wat betekent dat voor... voor de relaties, zeg maar, zeker als je dan die keuze zou maken en zo. Ja, mega interessant thema ook, waar ik echt wel iets over kan zeggen. En daarmee wil ik altijd zeggen van, kijk, iedereen is goed zoals hij is. En iedereen is welkom en ik respecteer iedereen. Dat is gewoon een feit en ik weet dat jij dat ook doet. En sommige dingen zijn helpend en niet helpend. En ik ben echt van de realiteitsschool. Misschien ook nog goed om te vermelden dat in mijn zeer persoonlijke kring iemand is die transgender is, zeg maar. En dat is heel mooi, dat is helemaal prima. En laat ik een voorbeeld geven. Ik heb lang ook bij de GGZ jaren geleden in de crisisdienst gewerkt. Dus dat zijn mensen die ernstig in crisis zijn. En wat ik daarin zag toen natuurlijk veel meer gesproken werd over het thema transgender. En wat aan enerzijds goed is, hè, dat er meer over gesproken wordt, maar ik zag ook een keerzijde. Ik zag veel jonge jongens en veel jonge vrouwen die de jaren daarvoor eigenlijk binnen een ander kader, als in een andere benaming wat er met hun aan de hand was, in die crisis komen. En in één keer werden deze termen genoemd. En zeiden ze van, maar dat komt omdat ik in het verkeerde lichaam geboren ben. Terwijl ik zag dat er vaak, niet altijd, hele andere dingen speelden.
Ja. En misschien ga ik nu een raar voorbeeld geven, maar zo kijk ik naar dingen. Kijk, als jij in de sportschool staat en je trekt je shirt uit, dan kan dat twee dingen bij mij oproepen. En iedereen voelt dat namelijk. Kijk, als jij dat doet met de intentie van, hé, ik zie mij hier nou staan en ja, dan roept dat iets op van, wat doet hij nou? Maar als jij daar in een hoekje staat en je bent helemaal niet bewust van of er iemand kijkt en je bent daar je workout aan het doen en dat shirt zit in de weg, want het is helemaal nat van het zweet en je trekt dat uit, dan gaat het dan om het shirt uittrekken? Nee, dat shirt uittrekken, dat doet er helemaal niet toe. Yeah. Het gaat erom waarom je het doet. Dat is interessant. En wat ik soms zie gebeuren, is dat sommige mensen denken dat ze bijvoorbeeld... ik heb het idee dat sommige mensen denken dat ze niet gelukkig zijn doordat bijvoorbeeld ze niet in een juist lichaam geboren zijn. Terwijl ik toch vaak bij sommige mensen voel van, volgens mij speelt daar iets heel anders. Mm. En dat gaat veel meer over, waarom doe je wat je doet? En dat zag ik in de crisisdienst. Mensen zaten zo in de knel met zichzelf en waren zo verdwaald en hadden zo'n slechte jeugd gehad en hadden er was zo'n gemis in basisbehoeften, dit is vanuit de schematherapie, dat zo verklaarbaar was dat iemand zich zo onbegrepen voelt. Ja, en in mijn optiek uiteindelijk denkt dat misschien door dan van geslacht te veranderen, dat iets verandert. En dat deed dan ook iets met de reactie die andere mensen op hun hadden. Terwijl ik denk van, volgens mij is het veel interessanter om eerst dat andere allemaal te onderzoeken. Van, hé, wat zit daar? En hoe denk je er dan over? Dat vind ik veel interessanter. Kan je me daarin volgen? Ja, zeker. Ja. En zo kijk ik daarna. En daarom hoor je mij ook, en dat is misschien... Je zal mij eigenlijk bijna nooit reels of podcast allemaal zeggen van, ja, maar het zit zo en zo. En ik weet wel dat dat heel erg scoort, als ik nu in één keer heel bold statement ga maken. Mm-hmm. Maar zo is het niet. En dat, zo sta ik ook niet in mijn bedrijf. En als mensen aan mij vragen van, hé, maar Dirk, wat bied je? Is altijd maatwerk. Ik bied altijd maatwerk. Want je komt namelijk, het is 1000 keer effectiever als je weet wie er tegenover je zit. Yes. Dus we kunnen hier een aantal mensen uitnodigen die bijvoorbeeld zeggen van, hé, misschien ben ik wel transgender. En ik denk dat er geen één antwoord is. Ik wil zien wie er tegenover me zit. Ik wil voelen wie er tegenover me zit. Ik wil iemand horen. Ik wil iemand zijn verhaal horen. Iemand zijn geschiedenis horen. Ik wil beweegredenen horen, zien, voelen. En als iemand dan mij vraagt, hé, Dirk, denk je dat me hiermee bezighouden verder helpt? Of zit er iets anders? Dan zal ik daar eerlijk over zijn. Met alle liefde en respect. En soms, ja, steeds meer voel ik dat. En jij zegt, dat is een hype aan het worden. En ik denk dat dat klopt. Dus mensen denken nu dat daar dan misschien het probleem en de oplossing voor hun probleem zit. En ik twijfel daaraan. Ja. Oké, interessant. Ja. En zo kijk ik gewoon naar mensen. Dat is... Ja, mooi. Hey, je begon de vraag met wat was jouw openingsvraag die je aan iedereen stelt? Waar kun je echt bewust van genieten? Precies. Hier geniet ik dus van. Om dus... Ja, mensen te ontmoeten en dan te zoeken van, en volgens mij is het dit. En dat dan te beïnvloeden. Wauw. En dat kan zijn dat iemand uiteindelijk zegt van, hé, ik besluit om vanaf nu als vrouw door het leven te gaan. En als we dan ook beseffen van, hé, maar dat is precies wat volgens mij het verschil maakt. Doen. Hè, dat is die persoon in mijn privé. Dat was heel duidelijk. En dat hè, vanaf zijn 16e heeft hij dat gedaan. En je ziet hem gewoon stralen. Maar voor een andere persoon is dat misschien niet. En dat, ja, dat vind ik dan zorgelijk. Dat nu heel erg misschien wel gepusht wordt of wat het heel hip is. En ik denk dat veel mensen daar niet zozeer duidelijkheid door krijgen, maar alleen maar nog meer verwarring door krijgen. Omdat ze zichzelf niet kennen. Ja. Oké. En wat maakt dan, want daarin nou, zie ik jou wel als iemand, een soort van expert wel. Wat maakt een... relatie, een succesvolle relatie? Ja, dat is een mooie vraag. Kijk, dat is ook weer, wat vind jij een succesvolle relatie? Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de mensen waarmee ik werk en hoe ik zelf, wat ik een gezonde, stabiele liefdesrelatie vind. Gezond, daar bedoel ik mee dat er geen dynamieken zijn die de ander schaadt of jezelf schaadt. Dus dat je voelt van, hé, dit is gewoon fijn hier. Mm-hmm. Hè? Natuurlijk zijn er conflicten en natuurlijk zijn er lastigheden en natuurlijk raken we elkaar. Dat is ook heel gezond. Hè? We moeten geen relatie creëren waar we elkaar niet raken. Maar hè, je wil dat mag er gewoon zijn. Maar waarin niet ja, dingen gebeuren die gewoon niet goed voor je zijn of voor de ander zijn. Hè? Dus dat bedoel ik met gezond. Maar ook
waarin je elkaar uplift en waarin je kan genieten van elkaar en waar je elkaar potentieel wil benutten. En stabiel, waarin je dus gezien, gehoord en begrepen voelt, waarin je je rustig voelt, waarin je denkt van hé, ja, wat fijn dat wij samen kunnen zijn. Dat zijn een aantal delen waarvan ik denk van hé, dat is mooi. En als het dan ook nog duurzaam is en toekomstbestendig, dan denk ik dat je het aardig succesvol doet. Oké, en wat zijn dan de grootste praktische, belangrijkste dingen die je in een relatie zou moeten doen om dat gezond te creëren en te houden? Ja, nou, dat sowieso is weer ken jezelf. Hè? Dus het is belangrijk dat je weet van wat doe ik nu eigenlijk? Dus ik stel altijd aan mensen de vraag, bijvoorbeeld als dan singles bij mij komen, dan zeggen ze, ja, ik heb een kei leuke date gehad. En dan stel ik altijd een leuke vraag van, nou, hoe heet die? Ja, Pieter. Oké. Hey, maar als jullie nou ruzie hebben, is Pieter dan een man die zich heel erg gaat aanpassen aan jou? Of is Pieter een man die gewoon weg is, die vermijdend is? Of is het Pieter een man die controle gaat uitoefenen, die eigenlijk een beetje gaat manipuleren? Want vaak voel je dat. Dan zeg je, hey, interessante vraag. Ja, nou, en soms is het best wel sterk. Soms zeggen vrouwen tegen mij, ja, ik voel eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is het voor mij heel duidelijk. Voel ik gewoon van, ja, volgens mij, ik voel best wel. Als ik dan, wat gaat er dan gebeuren? Wat doet hij dan? Ik zeg, maar dat zegt iets. En neem je dat serieus? Hè? Dus en wat doe jij? En waarom roep jij? Wat zegt dat over jou? Ja, ik merk dan dat ik kleiner word. Ik merk dat ik me ga aanpassen. Hè? Dus weer, ken jezelf. Wat doe jij vaak als het lastig wordt? Wat voor persoon ben jij? Waarom? Wat zijn een aantal problemen in je leven? Iedereen heeft problemen. En hoe komt dat jij die problemen hebt? Dus ken jezelf, maar ken dus ook de ander. Wie zit er tegenover je? En als die twee al kent, ja, dan is de kans dat jij... En dat is meer passend, dan is de kans dat je in een gezonde relatie komt, is veel beter. Omdat je in ieder geval jezelf kent, welke dynamieken dat je hebt. En je ziet, probeert te zien welke dynamieken de ander heeft en hoe zich dat verhoudt tot elkaar. En als dat er is, dan gaan er een aantal andere dingen ook meespelen. Kijk, je moet elkaar gewoon echt leuk vinden. Daar gaat het ook vaak in mis. Hè? Beide moet je echt voelen van, wauw, hey, dit wil ik niet verliezen. En er is een bepaalde mate van... dat je ook bij elkaar moet passen. En daar bedoel ik mee ook. Ja, in je persoonlijkheid. Dat moet passen. Kijk, ik heb er ooit stellen tegenover me gehad... dat ik denk van, wauw, hoe hebben jullie 20 jaar met elkaar... of 15 jaar, of 5 jaar, of 3 maanden met elkaar volgehouden? Wat de ene nodig heeft, is precies een trigger voor de ander. En vice versa. En ja, dan denk ik van, ja, dat kan. Ik ben heel eerlijk naar mensen. Ik zei, jullie kunnen zeker bij elkaar blijven. Maar ja, jullie... Het klopt eigenlijk zo niet. Het past zo niet ergens. Ja, willen jullie dat wel? Want daar betaal je ook een prijs voor. Want letterlijk alles wat jij eigenlijk ambieert en nodig hebt... is precies wat hij niet wil geven. En ook niet kan geven. Want hij heeft juist precies het andersomme nodig. En dat... Ja... Dat werkt dan niet echt, vind ik. Oké, interessant. En stel nou dat je dus bijvoorbeeld in zo'n ongezonde iets terecht kan komen, ja. Want dat kan natuurlijk altijd. Ja. Wat kun je daar dan het beste aan doen? Ja, je wil eerst snappen wat er gebeurt. Bijvoorbeeld veel stellen die bij mij komen, bijvoorbeeld een vrouw die zich toch wat aanpast en moeilijk vindt om haar grenzen aan te geven, die... Ja, toch vaker zich wat willoos inschikkelijk opstelt. Die dus moeilijk bij haarzelf kan blijven. En je ziet vaak dat dit bepaalde type mannen aantrekt die bijvoorbeeld emoties wat moeilijker onder controle hebben. Of net wat moeilijker vinden om in te tunen met de ander, bijvoorbeeld. En die komen dan bij mij. En wat ik dan mensen leer is sowieso wat er tussen ze samen gebeurt. Maar ik ga ook één op één aan de slag van, hé, maar wat... gebeurt er nou met je en waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Dus waar komt dat vandaan dat jij nodig hebt om soms je behoeftes echt voorop te stellen, terwijl dat niet altijd passend is en helpend is in het collectief? Of waarom vind je het zo lastig om dan die grens aan te geven? Of dat wil je gaan onderzoeken, waarom dat is en om dat dan te kunnen beïnvloeden. Maar nogmaals... Ja, er zijn zoveel verschillende problemen die mensen kunnen hebben in een relatie. Ja, dat is waar. Er is geen één antwoord. Oké. Oké, interessant. Ja. Even kijken hoor. Ja, nou heb ik eigenlijk wel de meeste vragen, de belangrijkste vragen heb ik allemaal gesteld.
Ja, oké. Okay. Ik ga nog even de laatste vraag stellen voor de laatste vraag. Ja. Om toch nog even een heel ander stukje als laatste in te duiken. Een van mijn grootste missies met alles wat ik doe is mensen helpen om de juiste richting op te gaan. Ja. Niet het pad bewandelen waarvan je voelt dat het niet klopt. Ja. Wat wil je mensen meegeven vanuit jouw levensreis, die specifiek in dit stukje, die dus of op zoek zijn naar van, ja, wat wil ik dan echt, hoe creëer ik een richting? Ja. Maar ook, als je het al wel een beetje weet, maar je weet niet, ja, hoe ga ik dat allemaal doen? En daarin vastlopen. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker, zeker. Wat wil je dan meegeven? Sowieso accepteer het proces, want ik geloof heel erg dat dingen een proces zijn. Je kan dingen niet altijd forceren. Dat is aan de ene kant, dus accepteer het proces. En aan de andere kant, zoek of de juiste mensen, of de juiste boeken, of de juiste omgeving. Zoek mensen waarvan je denkt, ja, maar daar wil ik naartoe. Ik heb dat altijd, sowieso in mijn werk bij de GGZ, maar ook in mijn eigen bedrijf nu, maar ook in liefde en relaties. Ik heb altijd wel een voorbeeld of een mentor of een... Ik heb altijd een richting en dat gaan observeren van, hey, wat doet die persoon nu eigenlijk? En waarom doet hij dat? En op welke manier doet hij dat? En hoe voelt dat eigenlijk voor mij? En daar kun je zoveel van leren. En als je dat prioriteert, dus als jij accepteert het proces, daar bedoel ik ook mee, de fout die ik heel erg heb gemaakt, is dat ik daar wou zijn en niet accepteren dat ik daar was. Ja. Dat is een stukje, noem het even heel platgeslagen, perfectionisme in me. En als iets niet helpt in persoonlijke ontwikkeling en al helemaal niet in het opbouwen van een bedrijf, maar ook niet in daten, maar ook niet in liefde, is het wel platgeslagen perfectionisme. En dat betekent niet dat je niet groot mag denken of dat je niet ambities mag hebben of dromen, maar als je die lat daar laat en je accepteert niet dat je vandaag hier zit, en dan gaat het niet goed. Dus je kan daar van die lat ook een touwtje maken en dan zo. Hè? De spijkers blijven in de muur hoog staan, maar je pakt dat touwtje en je zet hem wat omlaag en je zegt, oké, we gaan elke dag gewoon stappen zetten. En daar wil ik naartoe. En daar geloof ik in en daar mag ik vriendelijk in naar mezelf zijn. Ik zoek de juiste voorbeelden om me heen. Ja, dan dat helpt enorm. Dat helpt enorm. Oké, dus één acceptatie van... Van je huidige situatie. Van je huidige situatie, ja. Dat is inderdaad nummer één. En dan... twee, die heb ik eigenlijk niet iemand eerder horen zeggen in de podcast van, ga gewoon kijken naar andere mensen. Dus dat is ook een van de vragen die ik altijd stel van, wie is een rolmodel voor jou? En waarom? Ja. Want dat is vaak interessant. Wat jij inspirerend vindt in anderen, dat is vaak, niet altijd, maar vaak, of niet het hele plaatje, maar vaak een deeltje, wat je bijvoorbeeld vet vindt. Dus, zeker. Ik ga even geen specifiek voorbeeld noemen, maar... Van een persoon. Ja. Maar wat ik bijvoorbeeld vaak vet vind, is als iemand een enorme drive heeft, zeg maar. Zeker. Dus gewoon echt kei consistent is en bam. Ja. Terwijl verder heel van die hele persoonlijkheid, daar match je totaal niet mee. Dat kan. Kan. Dat stukje vind ik dan heel vet, weet je wel. En dat is interessant om te kijken van, oké, wat zijn mensen die bepaalde dingen doen in het leven, wat ik vet vind en welk deel daarvan vind ik vet? Dit. Okay. En misschien als ik kijk naar mijn voorbeelden, ik vind bijvoorbeeld het daadkrachtige en het sterke deel van Tibor vind ik interessant. En ik vind het charismatische en het rust van Michael Pilagic interessant. En ik vind de business en de scherpte van Vision Lagiani van Mindvalley interessant. En zo heb ik wel een paar mensen meer waarvan ik denk, hey, en ik ben geen Tibor. Ik ben ook geen Michael Pilagic, ik ben ook geen Vision. Ik ben gewoon Dirk, of ik ben, mijn naam is in ieder geval Dirk. Ja. Maar ja, dat stuk, dat vind ik interessant. En ja, en daarin, dat is interessant, het is super maakbaar. En dat is ook, het is super maakbaar. Dus je hoeft ook niet de nieuwe puntje te worden. Zou ik zeker niet doen, maar je kan toch daar iets van denken van, hey, dat heb ik niet zo in me en dat vind ik interessant, hè? Om dat te gaan doen. En dan komt iets praktisch. En ik denk dat mensen dat... Wat moet je nou praktisch doen om dat te hebben? Dus bijvoorbeeld wat Tibo mij gaf, zonder dat hij dat weet, denk ik. Ik dacht, hey, we gaan eens naar die sportschool. Want ik was natuurlijk yoga en meditatie docent. Mm-hmm. En ik heb jarenlang gewerkt aan letterlijk flexibel kunnen zijn in het leven. Hè? In de breedste zin van het woord. Mm-hmm. En totdat ik Tibo tegenkwam, dacht ik, hey, is interessant. Er waren een aantal dingen nog in mijn leven, en dat had ook veel met liefde en relatie te maken. Dan denk ik, dat is interessant. Toen dacht ik, ik ga naar de gym.
En ik ga gewoon 6 compound oefeningen doen. Elke maandag, woensdag en vrijdag 2 compound oefeningen. Daadkracht kiezen, richting, huppakee, dat. Ja, sinds ik dat ben gaan doen is enorm veel veranderd. En zo heb ik vanuit... Hè, dus, en dan ook praktisch, dus... Ja, voor mij was het interessant. Dus ik zeg altijd sommige mensen, ga yoga doen, want je zit vast. Je zit letterlijk en figuurlijk vast. Ja. En je wil in overgave zijn. Ja, wat voor sport doe je? En vaak doen ze dan krachttraining of crossfit. En dan zeg ik, dat kun je wel blijven doen. Maar voor jou is het veel interessanter om yoga te gaan doen. Of vice versa. En dat hè, dus kijk naar die mensen en zie ook wat ze doen en waarom dat ze die dingen doen. En welk deel kan je dan praktisch integreren, zodat je dan ook meer naar dat deel toe kan bewegen. Juist, exact. Mooi. Ja. Oké, sluit ik me af met de laatste vraag. Vanuit deze podcast, dit gesprek, alles wat we hebben besproken. Wat wil je aan de luisteraars die nu luisteren vanuit je hart meegeven? Kies altijd voor liefde, sowieso. Hoef ik niet over na te denken. En ik wist hem, het is niet dat ik dit in elke podcast zeg, hij komt gewoon op. Kies altijd voor liefde. En daarmee bedoel ik sowieso... Echt eerst altijd liefde voor jezelf. En dat is wat ik net ook zei. Van als je dit nu luistert en je bent heel gelukkig in het leven. Of je leven is één groot drama en alles wat ertussen zit. Altijd liefde voor jezelf. Dat is altijd stap 1. Liefde voor jezelf. En kies daar dus ook voor. Om dus altijd tegen jezelf te zeggen. Het is oké. Ik ben oké. Dit is liefde. Dit is oké. Ja, en dan zou ik zeggen. Het is mega interessant om ook voor liefde te kiezen. En dat kan zijn in de vorm van een bedrijf, waarin je gewoon liefde geeft. Ja. Dat kan zijn omdat je houten dingetjes maakt, of dat jij whatever, maar gewoon kies daarin voor liefde. Ja, en ik denk dat het prachtig is om dan ook te kiezen voor liefde met een ander. Dat is goud, als je het samen kan delen. En of je nou single bent of in een relatie. Kijk, als je single bent, dan zou ik zeggen, doorbreek die vermijding. En wat dat dan ook voor jou is, misschien wel op straat mensen aanspreken, of juist een andere keuze. Kijk erin wat bij jou past. Maar ga dat prioriteren en kies erin voor liefde. En als je in een stijl zit dan zou ik, en je bent niet helemaal gelukkig, dan zou ik zeggen, kies voor liefde. En ja, ga eens onderzoeken hoe het nog beter kan worden tussen jullie. En dat is dan denk ik de weg in het leven. Maar niemand heeft de ultieme waarheid, maar dat is in ieder geval hoe ik erin probeer te staan. Mooi man, ja. Dankjewel. Ja, jij bedankt voor je uitnodiging en... Ja, dat is dan nog de laatste tip. Blijf jou volgen. Jij kiest altijd voor liefde en dat straal je ook in alles uit. Het is jammer dat we dat niet opgenomen hebben, maar ons voorgesprek, waarin ik zei, jij zit zo precies op de juiste plek. Hè? Dat is wat ik zie. Daarin klopt de kleur van je logo en alles klopt daarin. En daarin kies je voor je eigen liefde, maar ook de liefde voor de mensen die jou volgen en die jij kan helpen. En dat klopt helemaal. Dat leef jij en dat zit helemaal op de juiste plek. Dus dat vind ik geweldig om te zien. Dankjewel, man. Ja dat waardeer ik. Dankjewel. Dankjewel. En alle luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. Als je denkt, dit is waardevol voor die of die of die. Deel hem in je story. Laat hem weten aan een vriend of vriendin van je. Mochten mensen contact met jou willen opnemen voor iets van wat jij doet... Ja. Kunnen ze denk ik gewoon jouw Instagram bezoeken, toch? Ja, Instagram. En ik heb een podcast op Spotify, Relatiesucces. Je zet er wel een link onder. En mensen voelen echt altijd vrij. Ik krijg ontzettend veel berichten met allerlei vragen. Hoe moet ik dat aanpakken? Wat is dat? Single stellen? Stuur me gewoon berichten. Ik reageer er altijd op. En voel je vrij om dat te doen. En dat zal jij ook doen. Dus, 100%. Ja. Oké, dan zeg ik zoals altijd, geniet bewust van dit moment. Ja. En tot de volgende. Top. Ja.